Wat een prachtige dag. En we gaan zeker nog veel meer van dit soort dagen krijgen. En we zullen natuurlijk ook wat meer op vakantie moeten gaan in Nederland. En dat kan natuurlijk ook in de streek. Vandaag zijn we op bezoek bij Landgoed de Wildert en Pareltje in gemeente Haldenbergen. Welkom. Op ons mooie landgoed. Het ziet er hier echt fantastisch uit. Alles staat natuurlijk helemaal op en top in bloei en helemaal groen en de rust. En wat maakt dit landgoed dan dus ook zo extra speciaal? Het is gewoon een heel mooi natuurlijk terrein. De gasten die hier voor het eerst binnenkomen, die zeggen ook van het is net of we in Zuid-Frankrijk komen. Het is heel mooi qua natuur, heel veel vogels, heel veel egels. Er is van alles te doen in de omgeving. Je kan hier heerlijk fietsen, je kan super wandelen. Er is een basiliek in de buurt. Er zijn hele mooie steden. Breda is heel mooi om naartoe te gaan. Willemstad is heel erg leuk. En wat zijn dan de mooiste plekjes hier op het landgoed? Dit is de oude bliksemafleider van de Liegerfabriek in Roosendaal. Die is 20 jaar geleden hier om wat voor reden dan ook heen gekomen. We willen eigenlijk van deze berg willen we een berg maken met heel veel diversiteit. Dus voor de vogels, voor de insecten. Om te zorgen dat er hier nog meer verschillende vogelsoorten en nog meer verschillende insecten naartoe komen. Dus dat doen we dus ook met allerlei planten aan te planten. Nou ja, dit is een van de veldjes waar u kan komen te staan. Het is dus allemaal heel ruim. En zeker voor een seizoen kan je hier gewoon heerlijk genieten. Weer een prachtige plek hier op het landgoed met een pizza oven. Hoe vaak kan deze gebruikt worden? De oven wordt zeker vaak gebruikt. Zeker op zaterdag steek ik hem aan en dan kunnen de gasten zelf een pizzaatje bakken. De een met zijn eigen deegje, de ander een kant-en-klare. Maar het is de bedoeling dat iedereen zelf zijn pizzaatje afpakt. Ja, en wel zo allemaal op afstand. Die anderhalve meter. Daar zorgen we wel voor dat mensen gewoon echt de afstand kunnen bewaren. Maar dat moeten ze ook een beetje zelf doen natuurlijk. Ook hier zie je weer ontzettend veel ruimte. Hoeveel mensen zouden hier op dit veld kunnen staan? We willen echt de ruimte voor de veiligheid. Normaal gesproken doen we ook voor korter, maar dit jaar doen we alleen maar voor 28 nachten of langer. We hebben voornamelijk 50 plus mensen, dus die zijn wat kwetsbaarder. En we willen echt voor hun veiligheid, willen we 28 nachten of meer, dan is de relatie weinig. En dan hebben we gewoon zo min mogelijk risico dat er iets kan gebeuren. Ook hier heb je weer echt een fantastisch plekje natuurlijk. Je hebt het privé en echt je eigen stukje in de natuur eigenlijk, hè? Ja, je kan hier alle kanten op. Je hoeft niks, maar je hebt gewoon heel veel privacy. Je moet in de natuur zijn, dat is goed. En ja, dat kan hier gewoon. En hoe moeten campings rekening houden met de maatregelen rondom de corona? Op dit moment is het zo dat op alle campings de badhuizen zijn gesloten. Wij hebben dit zo aangepakt. We hebben het dichtgetimmerd, we hebben de chemische uitstort naar buiten gehaald, zodat degene met de eigen sanitair wel de eigen chemische tred kunnen legen en netjes de handen kunnen wassen. En per 1 juli zou het open mogen en wij hopen eigenlijk op eerder dat er een versoepeling komt, dat we eerder makkelijker kunnen gaan draaien. Het landgoed heet natuurlijk niet voor niks Landgoed de Wildert. Ja. Het heeft te maken met dit huis. Wat kun je daarover vertellen? Dit is het oude landhuis. Dat is in 1894 gebouwd door een rijke oude bossen boomkweker. Vandaar ook dat er zoveel verschillende diversiteit in bomen is. Die heeft er zelf maar een jaar gewoond. Daarna is het eigenlijk voor allerlei gezondheidsinstellingen geweest. Het is, na de oorlog was het kinderkolonie, dus dat kinderen aan konden sterken na de oorlog. Het is TBC-kliniek geweest, het is bejaardenhuis geweest. Dus het heeft altijd in de gezondheidszorg gestaan. En wij hebben er in 2009 een nieuw dak op gezet, omdat het anders ingestort zou zijn. Maar verder zijn we nog niet gekomen, dus het blijft ooit een droom om er iets van te maken. Maar wat, dat is toekomstmuziek, dat weten we gewoon niet. Dit
is dus mijn passie. Het kweken van eigen groentes. Allemaal onbespoten, geen kunstmest, helemaal niks. Een kast met tomaten. Dus onze gasten die hoeven eigenlijk niet eens het terrein af om gezonde spulletjes te halen. Want die kunnen ze gewoon bij ons bij de receptie kunnen ze die kopen. En dus ze hoeven niet ver weg en veiligheid blijven ze hier. Wat een oase van rust. Echt een pareltje hier in West-Brabant. En vanaf 1 juli mogen we weer in heel het land op vakantie. Gaan alle campings weer open. Hebben we alle dingen die we nodig hebben. Dus winkels, horeca. We mogen weer lekker naar de wc en in de douche op de camping. Dus die vakantie in eigen land, daar gaat wel goed komen. En zeker hier in de streek, want er is ontzettend veel te doen. Ik ga nog even genieten en hopelijk tot ziens.